Fred, je kan niet tevreden zijn aan zo'n wedstrijd. Of dat het nu fout was of niet, penalty of niet, doet er eigenlijk weinig toe. We hadden hier meer uit moeten halen. Nou, uiteraard. Ik denk dat je... Ik had de spelers goed verwittigd dat we niet op veteranentempo moesten spelen. Dat we sneller verticaal moesten spelen. Een ploeg die goed in organisatie. Na balrecuperatie mocht je ze niet in hun blok laten komen, want dan wordt het moeilijk. En dat hebben we vandaag het tegenovergestelde gedaan. We spelen veel te veel breed. Veel te traag van tempo. Zelf de momenten iets te hautain zelf. En dat staat mij totaal niet aan. Ja. En hoe ga je dat aanpakken? Ik wil zeggen, dat kunnen we wel zien dat het vandaag niet liep. Maar hoe keer je dat om? Dat is ook volgens mij niet zo heel eenvoudig. Nee, maar waarom loopt het wel tegen Roeselaar? Waarom loopt het wel met 10 tegen Cerkel en vandaag niet? Het is niet dat Lommel beter is dan Cerkel. Het is niet dat Lommel beter is dan Roeselaar. Maar ze hebben gewoon een betere mentaliteit overgave. Ze hebben niet gekeken op een meter. Dan bij ons heb je iets te veel jongens die vandaag een dagje verlof gepakt hebben. Als je denkt dat je het alleen maar op kwaliteit gaat kunnen doen, in 1B of 2e klas, hoe dat je het wil noemen, dan ga je vaak van een kale reis terugkomen. Er gaan meer ploegen zijn die spelen zoals Lommel. Het is simpel. Het is, in 1B of 2e klas is het eerst mentaliteit, overgave, discipline. En dan de toegevoegde waarde of de intrinsieke toegevoegde waarde. Als je denkt dat het andersom is, dan ga je een paar keer tegen de lamp lopen. Wat vandaag is gebeurd... Krijgen er enkele een donderpreek nu? Nou, ik denk dat je altijd als team moet reageren. Hè. Vorige week heb je als team gereageerd, de week ervoor ook. Nu gaan we kijken hoe groot dat dit team is. Hè. We hebben, het hebben bepaalde jongens met redelijk wat kwaliteit, ook wel redelijk wat ervaring. Het is nu aan hun van op te staan. We gaan een goede analyse maken. We gaan een paar puntjes op de i zetten. En vanaf maandag moeten we verder. Hè. We hebben nu een weekend om alles te verwerken. Nog niet evident, maar oké, we hebben een veldslag verloren, maar de oorlog is nog niet verloren. Hè. Komt de bekerwedstrijd dan eigenlijk net goed, dat je de dingen door elkaar kan gooien of eigenlijk foute timing? Ik ben niet iemand die snel alles door elkaar gooit. Oké, we hebben heel veel kwaliteit, maar ik denk dat je vooral nu vertrouwen moet geven aan de jongens, dat dat het belangrijkste is. Maar ook vooral jongens zetten die misschien... Misschien iets minder kwaliteit, maar door welke wedstrijd voor gaan. Ik denk dat dat vandaag ook het probleem was dat we te veel jongens die dachten in balbezit en niet zozeer een balverlies. Ik denk dat uw centraal duo van achter vandaag een heel sterke wedstrijd speelt. Had er daar een van die twee vandaag niet top geweest, dan verliezen we misschien met 0-2 en 0-3, want die spelen wel een hele sterke wedstrijd. Samen met de twee controlerende middenvelders denk ik dat dat de beste pionnen waren van Antwerp vandaag. En dat zegt al genoeg op zich. Een wijze les dus, deze wedstrijd. En hopelijk loopt het vanaf nu veel beter. Ja, oké. Kijk, we hebben op Cerkel een uur met 10 man gespeeld. Dat was verre van slecht. Integendeel. Vorige week speelde een hele goede wedstrijd buiten misschien 10, 15 minuten in de eerste helft. En vandaag speel je bij momenten wel goed, maar niet aan een hoog genoeg tempo. Een paar kansen, maar niet genoeg om iets meer te eisen dan een punt. En een punt was in principe tegen Lommel ook niet goed. Dus misschien niet zo slecht dat nu een week op call hebt door met 0-1 te verliezen. Oké, dankjewel. Veel succes voor de volgende wedstrijden. Dankjewel.